het trapje naar den hoogste katheder had beklommen en het deurtje dat zoveel jaren achtereen slechts voor mannen was geweken had geopend, kwam haar vanuit de volle zaal een hartelijk en gul applaus tegemoet. Nu de traditie eenmaal was verbroken, durfde ook het publiek haar schenden. Warme bewijzen van sympathie die zij neigend aanvaarde. De eerste maal dat een vrouwelijke hoogleraar door de historische ruimte klonk, klonk zij meteen ook goed. Dames, dit is een historische gebeurtenis, zei de inspecteur van de Utrechtse politie tegen de vrouwelijke studenten die hem heel voorzichtig om toestemming kwamen vragen voor een fakkeloptocht ter ere van Johanna Westerdijk. Een mijlpaal op den weg van het Nederlandse feminisme, schreef het tijdschrift De Amsterdammer. Dames en heren, goedemiddag, hartelijk welkom. Het is vandaag op de dag af en ook op het uur af, 100 jaar geleden, dat er voor het eerst een vrouwelijke hoogleraar in Nederland aantrad met het uitspreken van haar oratie. Johanna Westerdijk, u ziet haar overal op de afbeeldingen staan. En de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de KNAW hebben samen deze middag georganiseerd. Namens hen mag ik u welkom heten. Een belangrijk initiatief ook genomen door Patricia Vaassen, de biografe van Johanna Westerdijk. Johanna Westerdijk zag zichzelf wel als baanbreekster. Ik had als motto: werken en feesten maakt schone geesten. Het is mij een grote eer en genoegen om uw eerste spreekster bij u te introduceren. Een wel zeer excellente excellentie, omdat zij steeds als speerpunt van haar beleid heeft gehad dat de wetenschap gedijt als je de talenten van iedereen die daarvoor geschikt is de ruimte geeft. Ja, hier stond ze, op deze plek. Op de minuut af, Ineke zei dat al, 100 jaar geleden. Johanna, Hans, voor vrienden en bekenden, vond dat wetenschap toegankelijk moest zijn voor iedereen die toewijding, lef en ambitie had. Zo kennen we haar, de eerste vrouw in toga. Maar wie was ze? Ze was een meisje dat een hekel had aan handwerken en aan andere meisjes dingen. Een meisje dat liever in de sloot zat te vroeten en dan onder de modder en vol kroos weer thuis kwam, dolblij met een fles kikkervisjes of algen of ander slootgebroed. Ze was een puber die vanaf haar 12e erop stond aangesproken te worden met Hans. Een jonge dame die voor niets of niemand bang is en die op haar 22e in haar eentje naar München en Zürich ging om verder te studeren en te promoveren. En die zich daar ondertussen ook vol overgave in een bruisend nachtleven stortte. En ze was een serieuze wetenschapster die op haar 24e aan het hoofd staat van een laboratorium voor plantenziekten en directrice is van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures en op haar 34e hoogleraar wordt aan deze universiteit en 17 jaar later nog hoogleraar wordt aan de Universiteit van Amsterdam. Dat juist zij hoogleraar zou worden, werd zonder veel discussie besloten. Maar dat het vervolgens nog 2 jaar duurde voor de zaak beklonken werd, lag meer helaas aan het ministerie. Dat zich afvroeg of ze wel echt een bijzonder hoogleraar in de ziektekunde der planten nodig hadden. De aardappelen worden nog steeds ziek. En als de ziekte niet bestreden wordt, dan valt er weinig te oogsten en te eten. Dat wisten de aardappeleters van Van Gogh en dat weten de huidige McDonald's en McCain's. Maar beseft u als consument wel wat voor impact plantenziekten hebben? Wat voor inspanningen zijn er nodig in land- en tuinbouw
om deze ziekte te beheersen. De toenemende wereldbevolking voeden is zowaar geen sinecure. Deze uitspraak in Johanna's oratie is nog steeds van kracht. De Ierse hongersnood in 1845 als gevolg van de aardappelziekte Phytophthora was de harde noodzakelijkheid waar Johanna hiernaar refereert. Natuurlijk zijn er stappen gemaakt in die 100 jaar. De wetenschap heeft niet stilgestaan. Maar de dreiging oogst te verliezen is nog steeds actueel. Johanna Westerdijk was wel die eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland, maar ze was ook die eerste directeur van het Centraal Bureau voor Skimmelkultures. Oor een periode van 52 jaar het sy en haar collega's die instituut opgebouw tot wat het vandag is, die wereldse grootste levende collectie van skimmels, met unieke metabolische activiteit, wat ideaal gepositioneerd is voor die ontginning van nieuwe antibiotica en nieuwe antifungalmiddelen. Dus grijp ons graag vandag die geleentheid aan om tijdens die Westerdijkjaar officieel die naam van die instituut te verander na die Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. De deuren van haar villa staan wagenwijd open. Voor iedereen die iets wil leren over schimmels, over infectieproeven of over plantenziekten. En dat is volgens haar de enige regel die er echt toe doet. In haar laboratorium wordt niemand uitgesloten. Niet op grond van ras, niet op grond van religie en niet op grond van geslacht. Johanna had vele vrouwelijke promovendi. En net als ik zal zij trots zijn geweest bij het aanschouwen van zo'n rij proefschriften. Het resultaat van vele jaren noestarbeid. Maar dat meiden wel een beetje extra stimulans kunnen gebruiken, wist Johanna ook. De beetje opstandige studente, Johanna, werd als meisje op de universiteit anders behandeld dan de jongens. Dat heeft Patricia prachtig beschreven in haar boek. Wat ook nauwelijks veranderd is in die 100 jaar, is dit. Johanna na haar oratie, ik tijdens mijn oratie. Zoek de verschillen. De samenstelling van het cortège bestaat uit mannen. En in 2009 was dat niet veel anders. Op het podium luisteren 25 hoogleraren naar mijn oratie, waarvan één vrouw. Ondertussen zag en begreep ze de verbittering van vrouwen die niet konden werken of studeren. Maar in plaats van activisme kozen voor de academia. De proefopstellingen in het lab waren haar barricade. En bijna de helft van haar 56 promovendi was vrouw. En een van die studenten was Berendina Hulshoff. Mijn oud-tante, tante Beri. De zus van mijn oma. Ze begon haar studie biologie in Utrecht een half jaar na de benoeming van Johanna Westerdijk. En u ziet haar hier op een foto in haar studentenkamer. 30 jaar geleden, in mijn eigen studententijd, interviewde ik mijn tante Beri over haar leven. En ze vertelde mij: het vrolijkste en meest actieve werk deden we bij professor Westerdijk. Ze kwam iedere dag even bij ons kijken en vertelde dan over alle reizen die ze had gemaakt. En eens in het jaar hield ze een avond voor studenten bij haar thuis. Dan zong zij en speelde piano. Ze was heel muzikaal en ze kon vooral heel goed jodelen. Johanna Westerdijk en mijn tante Beri hebben tijdens hun leven veel verandering ten goede gezien. De positie van vrouwen is een stuk beter, vrijer dan 100 jaar geleden. Maar toch is er nog zoveel werk te doen, ook op Nederlandse universiteiten. Maar 100 jaar na Johanna Westerdijk is er nog maar 18% van de Nederlandse hoogleraren vrouw. En dat is echt veel te weinig. We doen het in Europa ronduit bar slecht. Terwijl er ondertussen wel meer vrouwen dan mannen naar de universiteiten gaan. Hoe groot is dan deel vrouwen in de hooglerarenkorps? In 2015 wordt 18% van het totale aantal hoogleraren FT ingevuld door vrouwen. Ik heb het hier over hoogleraren die een bezoldigde overeenkomst met de universiteit hebben.
Dit percentage is in opzicht van vorig jaar met 0,9% gegroeid. Ook in de monitor zien we dat een aandeel vrouwen bij elke stap in de academische loopbaan afneemt. De percentage vrouwelijke afgestudeerden ligt nog steeds boven de 50%. Onder de promovendi zien we een aandeel van 43,2% vrouwen. Dat gaat lager naar 38,6% onder vrouwelijke universitaire docent. En alleen maar 26,3% onder universitaire of docenten. En uiteindelijk blijft 18% vrouwelijke hoogleraar. Samengevat, wat betekent dit precies? Dat zijn 1 op 3 vrouwen is universitair docent, 1 op 4 vrouwen is universitair of docent en alleen maar 1 op 6 ook leraar is dus vrouw. Waarom is dat erg? Omdat we een samenleving hebben die voor grote uitdagingen staat en we hebben kennis nodig en die kennis moet komen van mannen en vrouwen. De promotie is uiteindelijk de toegangspoort tot een wetenschappelijke carrière en tot een hoogleraarschap. En de onderzoekers van het Rathenau Instituut hebben allereerst gekeken naar de kraamkamer. En wat is er dan gebeurd de afgelopen 30 jaar? Dan zien we dat in 1985 nog minder dan 10% van de promovendi vrouw was. Pas vorig jaar, en dat zijn de laatste cijfers die we hebben, was 50%, bijna 50% van de promovendi vrouw. Dat betekent dat we de kraamkamer nu pas gelijke verhoudingen mannen en vrouwen hebben. Wat we ook hebben uitgerekend is de gemiddelde leeftijd dat iemand hoogleraar wordt. En dat is in Nederland 49 jaar. En dat is 20 jaar na de promotie. Dus als we nu weten dat we gelijke aantallen mannen en vrouwen hebben, dan duurt het in feite nog 20 jaar voordat het aanbod van mensen die hoogleraar kunnen worden ook 50% is. Dus als we deze verwachting hebben, dan weten we dat we nog 19 jaar wachten tot we bij de aanstellingen op die leeftijd van 49 jaar evenveel mannen als vrouwen hebben. Dus laten we de winst nemen, dat is dat er aandacht is voor de benoemingen. Ik zie heel veel goede wil bij universiteiten, maar het is en blijft een zaak van lange adem. Een zaak van leiderschap om bij onszelf en elkaar onbewuste vooroordelen te herkennen, te benoemen en te bespreken. Over vrouwen en mannen, over migranten en minderheden. Om samen te leren en ons te ontwikkelen. Dat is tenslotte de kern van de wetenschap. Het Westerdijkjaar is voor mij pas geslaagd als zich nog meer wegen openen. Nieuwe vrouwelijke hoogleraren en leiders in de wetenschap. Nieuwe rolmodellen voor de volgende generatie. Laat deze bijzondere vakvrouw een bron van inspiratie blijven. Een vrouw die met toewijding, lef en ambitie de wetenschap veroverde. En die anderen hielp om verder en hoger te reiken. En daarmee komen we bij het laatste beeld van Westerdijk. Dat van de verzoener, van de verbinder. Van de vrouw die tegen de klippen op blijft verbroederen of in dit geval verzusteren. En dat klinkt volgens mij zo.